Goedemorgen, lieve, mooie mensen. Gisteren toen uh, hadden we een hele mooie ontmoeting met uh, José, Elske en ik. José Antonio Manchado, de bijzondere vriend van ons en healer uit uh, Languit-Lanzarote. En we hadden het op een gegeven moment ook over bescherming. Hè, dat zoveel van ons bezig zijn om ons te beschermen tegen van alles en nog wat. Door middel van edelstenen of kettingen of amuletten of mantra's of... Nou ja, van alles en nog wat. En hij moest daar ontzettend om lachen eigenlijk, omdat je, ja, hoe harder je, je probeert ergens tegen te beschermen, hoe meer energie je eigenlijk geeft aan datgene wat jou iets zou kunnen aandoen. En hij vertelde op een gegeven moment ook dat hij een, um, een lama, in, tijdens een stilte getrette, was er een lama geweest en een van de leerlingen die had een onyxsteen bij zich. En die onyxsteen, die zou hem dan beschermen tegen van alles en nog. Het is dus een grote zwarte steen blijkbaar. Uh, maar ook door die oningsteen kon hij slapen, dacht hij. Want uh, zonder die oningsteen kon hij totaal niet slapen. En die lama die had het zo allemaal aangehoord en dat had, ze oké, had, oké, okay, okay, close your eyes, close your eyes. Die man had zijn ogen dicht gedaan en die uh, lama had een hamer bij zich en die sloeg gewoon keihard. Die oningsteen aan het En die man echt. Wat doe je nou? Nou kan ik niet meer slapen. En het was echt, nou hij was helemaal devastated. En toen wilde hij de, de gruzelementjes toch oppakken, bij elkaar vegen. En die lama die zei, nee lama. En die veegde het allemaal bij elkaar en die gooide het zo de brullenbak in. Die man had echt iets van, nou wat doet hij? En toen heeft, had hij dus twee dagen, had hij dus verschrikkelijk slecht geslapen. En daarna had hij geslapen als een roos. En eigenlijk de moraal van het verhaal is... Hè, als je denkt dat je iets nodig hebt om je te beschermen... Um, op het moment dat het wegvalt, lijkt dat en dan eventjes heel erg, maar dan, op het moment dat je realiseert dat je eigenlijk niks nodig hebt, dan kom je echt in die diepe rust en ontspanning.